We gaan een fotowedstrijd organiseren, daar ben ik al mee bezig. Voor mensen die in buurtbewoners, maar het wordt heel ruim genomen. Dus mensen die in Amsterdam-West, Prinsen-Eiland, of Staatsliedenbuurt, of zelfs de Jordaan wonen, die kunnen allemaal insturen. Want ik wil het niet alleen tot de Zeeheldenbuurt beperken, maar dat heet wel fotografiewedstrijd Zeeheldenbuurt. En het idee is dat mensen, de begonnen buurtbewoners, die mooie foto's hebben gemaakt, die kunnen insturen. En het is wel een soort thema, en het thema is het beslissende moment. En dan kun je nalezen op de Facebookpagina van de fotowedstrijd. Maar iedereen kan gewoon een foto insturen. En ik heb al wel gemerkt dat mensen er heel losjes mee omgaan. Dat vind ik prima. En we kijken wel wat er binnenkomt, dus we zijn blij met iedere inzending. En uit alle inzenders worden 6 foto's uitgekozen. En die 6 foto's die worden tot flink formaat opgeblazen, 70 bij 100. En die komen hier in 6 kunstetalages in de Zeeheldenbuurt te hangen. En moeten die foto's wel iets te maken hebben met de Zeeheldenbuurt? Nee, die hoeven helemaal niet per se iets met de Zeeheldenbuurt te maken te hebben. Die kunnen voor mijn part op vakantie gemaakt zijn. En we hebben wel een soort het beslissende moment. Dat is een citaat van de beroemde fotograaf Cartier-Bresson. En daar bedoel ik mee dat een foto, een hele mooie foto, zo gemaakt zou zijn. Als dat ik nu zie. Ik zie hier nu een bootje voorbij komen. En dat ik net misschien op dat moment mijn camera afdruk omdat ik iets heel gek zie op dat moment. Dat bedoelde Cartier-Bresson met het beslissende moment. Misschien is dat dan toevallig een hele mooie foto. Dus dat toeval, dat vinden we belangrijker. Dat toeval en dat moment, dat vinden we belangrijker dan dat het een superscherpe foto is of een technisch heel geavanceerde foto. Ja. Dus het moet een origineel en verrassend beeld zijn. Je mag ook bij wijze van spreken met je smartphone iets maken. Zeker. Ja, en de prijs is dus dat je foto op groot formaat voor iedereen zichtbaar is. Ja, en dat is nog wel, dit jaar hebben we ook een beetje geld gekregen om ansichtkaarten te laten maken. Dus mensen krijgen niet alleen een hele grote foto die ze na de afloop van de tentoonstelling een cadeau krijgen. Maar ze krijgen ook nog 75 ansichtkaarten van hun foto. En er wordt ook nog door de jury, door 2 fotografen, professionele fotografen, wordt 1 winnaar uitgekozen. En die krijgt nog een prijs, een grote beker of zo, maar een prijs die iets met fotografie te maken heeft. En er kan ook gestemd worden voor de publieksprijs. Dus die worden dan uit die 6 foto's uitgekozen die deel van de tentoonstelling zijn. En die manifestatie vindt hier plaats op het Zoutkeesplein. Ja, die valt samen. Die hebben we gecombineerd met het Foodshare Festival. Okay. En dat is op zaterdag 23 september was de prijsuitreiking om 7:00 s'avonds. Foodshare Festival, dan is hier wat te eten, dan zijn er mensen die koken en dan kun je eten ruilen, kun je wat meenemen, kun je zelf wat eten. Dus dat zijn we deel van die manifestatie en dan hopen dat er veel aandacht komt. En je kan tot 11 september kun je je foto inzenden. Dat doe je door je foto te mailen naar fotowedstrijd@telfort.nl voor 11 september. Ben je zelf ook fotograaf of fotografie ook? Nee, ik ben wel beeldend kunstenaar, maar ik doe weinig met fotografie. Maar ik vond het heel leuk om in dit kunstproject, want de kunstetalage is het kunstproject wat ik regel, waar ik altijd tentoonstellingen organiseer. Mm-hmm. En 1 keer per jaar organiseren we eigenlijk iets waarbij iedereen kan meedoen die hier woont. En dat ook om mensen enthousiast te maken voor het project, dus kennis te laten maken met het project. Wat zijn dit voor etalages? Nou, dit zijn 2 etalages in de, dit is de Heemskerkstraat zijn we nu. En die zijn deel van een totaal van 6 etalages in de Zeeheldenbuurt. Dus in de volgende straat, dat is de Hartogstraat. En in de daarachter de straat, daarachter de Roggeveenstraat zijn er ieder ook nog 2. Dus het zijn 6 etalages. En daar zijn altijd kunsttentoonstellingen te zien, doorlopend. En die regel ik altijd, dus ik organiseer die tentoonstellingen. En dit blijft dan een bepaalde tijd blijft dit geëxposeerd? Ja, tussen de 2 en 3 maanden ongeveer. Ja. Dus dan zijn er zo ongeveer 5, soms 6 tentoonstellingen per jaar. En deze exposities zijn ook in andere delen van voormalig Westerpark, toch? Ja, we zijn onderdeel van Stichting Kunsttraject. Okay. En Stichting Kunsttraject beheert nog veel meer etalages in de Staatsliedenbuurt. Mm-hmm. Waar binnenkort ook een mooie opening is, aanstaande vrijdag. En die zijn veel groter, die zijn veel dieper ook vaak, dus daar kun je veel mee doen. En ik heb dit kleinere onderdeel, dat regel ik in mijn eentje altijd. En ik ben niet alles, ik ben glazenwasser, tekstschrijver, concierge, curator en regelneef eigenlijk. Dus,
En de komende maanden zijn deze etalages dus gereserveerd voor de foto's. Voor de foto van de fotowedstrijd, fotografiewedstrijd, ja. Het project is eigenlijk ontstaan omdat men op een moment dit soort etalages over had. En dat werden dan, als er geen kunstdienst zou zijn, dan zouden het anonieme façades zijn. En dan zouden het plekken zijn, dan zou het... En doordat de kunst, je ziet er eigenlijk dat die etalages er heel verzorgd uitzien. Hè? Als de kunst iedere twee maanden wisselt, dan is dat ook iedere keer weer een mooie en een vrolijke bijdrage aan het straatbeeld eigenlijk. Ja. Doorbreekt de anonimiteit juist. Terwijl als het een lege wand zou zijn, dan zou het voortdurend anoniem zijn. Dit is het werk van Caroline Roesing. En die heeft, ja, die maakt altijd met heel veel geduld bouwseltjes die een beetje sprookjesachtig en ook een beetje luguber zijn. En ik kan wel bijna denken aan een beetje enge fantasyfilms, zo moeten ze aan denken. Okay. Dit is dan een kabelbaantje, maar als je goed kijkt is dit ook weer een soort gevangenisje aan wat dan weer aan een soort kabelbaantje hangt. En de gedetailleerdheid en het geduld waarmee het gemaakt is, is heel belangrijk. Ik denk dat deze etalages een hele goede harmonieuze manier zijn om op straat heel veel om kunst op straat te brengen. Wat natuurlijk echt leuk is, is dat een heleboel mensen kunst zien die misschien niet uit eigen beweging naar een galerie of een museum zouden gaan. Dat is denk ik heel goed eraan. En ik zeg altijd, ik ga niet op mijn hurken zitten. Dus ik ga niet. Ik laat wel gewoon zien. Ik denk niet van oh, dit vinden mensen niet leuk. Ik laat wel dingen zien die ik ook spannend vind. Weet je wel. En de buurt die vindt het wel leuk hoor, dat merk ik altijd weer. Ik bedoel, dus er zijn openingen en dan komen de mensen, kunnen ze meelopen. Dan maken we een wandelingetje met een aantal geïnteresseerde mensen. En dan is de kunstenaar, die vertelt dan ook wat over de kunst die er getoond wordt op dat moment. En dat zijn altijd hele leuke, vriendelijke, kleinschalige gebeurtenissen. Waarbij we dan met een, soms zijn er 10 mensen, soms zijn er zelfs al 30, weet je wel. Maar dat is altijd heel, ja... Het is altijd een hele grappige manier, een eenvoudige manier om gewoon iets meer over kunst te zeggen dan anders gedaan wordt. En het is ook heel erg drempelig daardoor. Ja, ook uw foto kan binnenkort hier in de etalages in de Zeehalenbuurt hangen. Mail je foto naar fotowedstrijd@telfort.nl. En als je meer wil weten kun je op de Facebookpagina Fotografiewedstrijd Zeehalenbuurt. Als je die opzoekt, dan kun je alle informatie vinden die je nodig hebt.